Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik iets speciaals doen. Maar eerst wil ik even zeggen, mijn excuses voor mijn scheurde lippen. Er hangt geen pasta saus in en hier is er nog een puist. Vreselijk irritant, maar goed. Vandaag ben ik naar de Albert Heijn geweest. En de Albert Heijn is echt het mekka van vegetarisch vlees. Ik heb dus ook een hele hoop dingetjes gekocht, aangezien wij niet regelmatig naar de Albert Heijn gaan. Als eerste heb ik deze gourmetschotel gekocht. Ik had gezien dat het langs is uitgebracht en ik wou ze heel graag testen. De vegetarische slager is echt zo'n goed merk qua vegetarisch vlees. Hier zitten er trouwens kippennuggets en little willies. Dus er gaan deze zijn. Dat zijn kipnuggets. Hardballetjes, deze. En shawarma. Dit. En ik ga niet wachten om dit te gaan proeven. Wat ik ervan vind van de gourmetschotel, ga je sowieso te zien krijgen op in mijn vlogs. Nog één gekocht. Ik heb een heel hoop rookworsten mee, want deze zijn echt zo lekker. Echt waar. Ik heb nog nooit gewone rookworsten gegeten, maar dit smaakt echt naar vlees. Trouwens, voor de mensen die niet begrijpen waarom je als vegetariër fake vlees zou kopen. Ik eet geen vlees, omdat ik geen dier wil vermoorden. Of niet wil bijdragen tot dat. En hiervoor wordt er niets geïrriteerd. Of geamputeerd of vermoord. Of behalve een plant. En planten zijn goed. Ook heb ik deze vegetarische schnitzel gekocht. Deze zijn echt heerlijk. Deze is van Valles. En dat is het enige stuk van Valles koop. Dit is trouwens van Garden Gourmet kookworst. Vegetarische kipstukjes van de vegetarische slager. Deze zijn echt ideaal. Als je bouchetjes wil maken. Ik weet niet of iedereen snapt wat bouchetjes zijn, maar ik weet niet hoe ik het kan uitleggen. Maar ik ga hier een foto van plaatsen. Dus deze zijn daarvoor echt ideaal. De rookworsten. Echt heel veel rookworsten mee. Dat zal straks voor jullie eens tellen. Maar ik eet die echt zo graag. Ik heb ook nog een kaasburger met goudse kaas van Garde Gourmet mee. Nog vegetarische kipstukjes, daarvan heb ik er ook twee mee. En nog rookworst. En nog een rookworst. Ik denk dat ik er niet meer zitten heb. Dus ik heb er in totaal 6 pakjes mee. Daar hebben we ook filetstukjes mee van Garde Gourmet. Dat is ook een soort kip. Ik had deze nog niet geproefd, maar het zal ook wel lekker zijn. Erg leuk om in een wokje te draaien ofzo. Deze spakjes, deze zijn echt zo goed. Ook van Garde Gourmet. Garde Gourmet is echt mijn tweede favoriete merk. Ideaal. Van alles waarin je normaal spekjes doet, dus voor pastas en zo. De rest is van de vegetarische slager. Ik heb nog 2 pakjes braadworst meegepakt om hotdogs te eten. Zo zie je maar, als vegetariër moet je echt niks missen. Alles kan je doen met vlees, fake vlees van de Albert Heijn. Deze hakbal, nog nooit gegeten, maar ik
denk dat het echt wel goed zal zijn. Trouwens, het voordeel van de vegetarische slager is dat ze ook een receptje met een producten van achter op de verpakking zetten. Hier, bal met uienjuice en... Oké, niet altijd. En voor het eerst in heel mijn vegetarische vleesavontuur bij de Albert Heijn heb ik gemerkt dat ze ook een diepvries ding hebben. En dat had ik echt nog nooit op gedacht. En in de diepvries vond ik deze frikadelbroodjes. Dit wordt zo lekker. Deze snackballetjes. Deze kroketten. Ik ben benieuwd. Trouwens, niet alles hiervan is vegan, maar deze blijkbaar wel. Het staat er altijd wel op als het vegan is. Toch van de vegetarische sla? Ik weet niet. Ik kan het ook mee. Nee. Butterballetjes, ook vegan. Echt, ben echt benieuwd hoe dat ze zullen smaken, want deze diepvriesdingen heb ik nog nooit gegeten van de Albert Heijn. De hardballen heb ik ook nog nooit gegeten van de Albert Heijn. Dus dat zal je sowieso te zien krijgen in verschillende vlogs. Ik hoop dat jullie deze vegetarische shoplog heel erg leuk vinden. Hopelijk hebben jullie er ook wat inspiratie uit gehaald. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Toedels! Oh ja, nog een kleine side note. Ik eet niet elke dag vegetarisch vlees. Spaghetti maak ik, bolognese maak ik altijd zonder gehakt eigenlijk. En er zijn nog echt veel dingen waarvoor ik dan geen vegetarisch vlees ga gebruiken. Dus. Maar ik vind het een heel leuke afwisseling. Want soms mis je zowel iets op je bord en dan is dit ideaal.